Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, Theo. Hoi. Jij kunt vast wel even vertellen, Leon, waar we naartoe gaan. We zijn hier onderweg naar Zeggen. Ja. Een Brabants dorpje. Nou, daar wonen Wim en Lian en hun zoon Adrie Meeuwissen. Oké. Drie hele fanatieke melkveehouders. Ik durf rustig te zeggen, 7 dagen in de week bezig met hun koeien. Zijn heel fanatiek aan het weiden. Nou, ik ben benieuwd wat we allemaal meegemaakt, Leon. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Goedemorgen. Goedemorgen, Adrie. Hoi. Dag Adrie, ik ben Theo. Adrie, yes. Adrie, goedemorgen. Goedemorgen. En we zijn wel heel benieuwd van hoe jij je bewijdingssysteem op het bedrijf doet. Ja, daar kan ik jullie wel wat over vertellen. Dan pakken we even een bakje koffie en dan spreken we dat. Lekker. Is goed. Gaan we doen. Zo, is dat wat? Van het voorjaar zijn jullie overgegaan op een ander bewijdingssysteem. Mede op advies van mijn collega Leon. We weten dat Nieuw-Nederlands weiden, daar zijn verschillende vormen van. En ieder kiest de vorm die het beste bij het bedrijf past. En wat is dat voor jullie geworden, Adrie? Nou, we hebben hier eigenlijk een beperkte huiskavel. Dus we zijn ook best wel limiterend in de percelen die we hebben. Hoe groot is die huiskavel? We hebben 10 hectare tot onze beschikking. Okay. Voor een 90 tot 100 koeien. Oké. Dus dat gaat eigenlijk precies. De eerste ronde hebben we gedaan met 5 percelen. 5 keer 1 hectare. Waarbij we dus iedere 5 dagen naar hetzelfde perceeltje weer terugkwamen. Dus iedere dag naar een nieuw perceeltje toe? Ja, ja, iedere dag om ze garen inderdaad. Ja. Wat er ook gebeurt. Ja. Erin, eruit. Klopt, klopt. Okay. Ongeacht dat je soms denkt dat in een perceel iets meer gras staat dan in het perceel waar ze eigenlijk eerder in zouden moeten. Toch proberen vast te houden aan het juiste ritme, omdat als je helemaal af gaat wijken, het dan juist in het andere perceel weer door gaat groeien. Okay. En je uiteindelijk toch weer uit de maat loopt. Dus je hebt jullie hebben gekozen voor een systeem en daar hou je aan vast. Dat was inderdaad onze insteek en hebben we ook goed volgehouden eigenlijk. Als je nou terugkijkt van dit jaar tot nu toe, hoe is dat gegaan? Stukken beter. Okay. De melkproductie is gelukkig op peil gebleven. Mooi. Ziet dat als de koeien weer naar een andere wei gaan, het toch weer een verse wei is. Toch weer nieuw, toch weer grazen. Net wat weer hergroeien in die paar dagen dat ze niet hebben gelopen. En dat komt toch wel de melkproductie ten goede en de galters blijven er ook goed onder. Heb je er plezier aan? Ja, mooi. Want andere jaren kostte dat verzetten van bijvoorbeeld dat draadje toch wel best wel werk om het iedere dag te doen. En nu doen we ook een draadje verzetten, maar dat is aan de dam. Dus we beslissen gewoon welke. Dat is een draadje die stuk korter is. Ja. Je voert bij op stal. Ja, klopt. En het rantsoen wat je bijvoert, kun je vertellen van hoe je dat doet? Ja, de koeien gaan rond de middag gaan ze naar buiten. Ja. En met melk s'avonds gaan ze weer naar binnen. En op dat moment. Jullie melken niet vroeg s'avonds? Half 6, kwart voor 6. Ja, we zijn hier in Brabant, hè? Ja, mooi. Ja, klopt. Eerst eten en dan gaan melken. Ja, ja. En dus rond het melken maken we een nieuwe voemingwagen. En die laden we dus met mais, MKS, bierborstel, soja en mineralen. Yeah. En de hoeveelheid gras stemmen we dan af op de hoeveelheid die er 's ochtends nog ligt aan restvoer. Okay. Dus als we zien dat de koeien meer gevreten hebben 's nachts, voordat ze naar buiten gaan, dan doen we dus zorgen ook dat er meer geladen wordt aan gras alleen. Dus je doet gras voor gras? Ja, expres gras voor gras. Okay. Om de samenstelling in de basis qua mais en krachtvoeders gelijk te houden. Klopt. Leon, wat vind je nou zo mooi in de begeleiding van het bedrijf van Adrie? En ik ben ook heel benieuwd of je nog een tip hebt voor de kijkers. Ze houden zich ook aan het idee, of tenminste het systeem wat ze nou momenteel toepassen, het Nieuw-Nederlands weiden. Dat zou ook gelijk mijn tip zijn naar de kijkers thuis. Als je voor jezelf een systeem bedacht hebt, in dit geval dus een Nieuw-Nederlands weide, hou je dan 100% aan het systeem. En in dit geval iedere dag naar een ander perceel, ongeacht wat er in het perceel gebeurt. Maar ga gewoon, hou je eigen vast aan hetgeen wat je bedacht hebt. Daar kunnen we allemaal wat mee. Maar ik stel voor dat we eens eventjes naar de koeien gaan kijken. Belangrijk. Ja? Oké, daar gaan we. Zo, wat ben jij lenig.